drunk and all of her thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river, we drunk and all of her thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down. We have four exercises, 2 minutes each, and we do two rounds. At total time of the training, the total time, 35 minutes. So it's the same like a munch, one race. Sam De Lange is 17 jaar. Als een soort stagiaire mag hij komend jaar meedraaien met het Hutten Metaal Racing Team. Een uniek motocross project. Maar natuurlijk wordt gewerkt aan conditie, kracht en coördinatie. Maar daarnaast leren de jonge mannen nog veel meer. Ja, eigenlijk compleet levensstijl coaching. Dus daarom hebben de jongens ook allemaal hier wonen, intern. 15 seconds. We regelen voeding voor ze, herstel, slapen, et cetera. Dus wij zorgen allemaal dat hier een programma staat voor de jongens. En daar houden ze zich aan en proberen heel veel naar de sporten te luisteren. Dat wel, dat vind ik echt belangrijk als trainer. Dus ja, op die manier bieden wij eigenlijk de hele leefstijl in een topsportklimaat. De Lange staat voor het eerst op eigen benen en moet buiten het crossen om ook de rest van zijn leven voor het eerst zelfstandig regelen. Ja, dit is de keuken, dus dan hier hebben wij de mogelijkheid om ons eten klaar te maken, vooral gezond. Hoe goed ben jij er al in? Koken vind ik altijd wel leuk, dus gaat prima. Ja, zoals je ziet, dit is de koelkast. Er staat niet heel veel ongezonds in. Je moet je eigen was draaien, zorgen dat het appartement schoon blijft en zo. En koken dan. Hoe vind je dat deel van je nieuwe leven? Het schoonmaken is af en toe nog wel een dingetje, maar koken en zo gaat op zich goed. Dus, dit is eigenlijk een beetje onze gemeenschappelijke woonkamer, zeg maar. Dus hier kennen we wat Netflixen of biljarten en pingpongen en zo, dat soort dingen. 3, 2, 1. Oké, to the next one, guys. Sam? In het begin was het wel even wennen, natuurlijk ook met fietsen en zo. We doen heel veel wielrennen en dat soort dingen. Als je dat niet veel doet, dan dat is wel even wennen. We trainen vooral veel op hardslagen en zo. Dus dan zat ik zeg maar met uitfietsen bijvoorbeeld, dan zat ik al rond hartslag 160 en dan zaten de jongens nog maar op 130. 30 seconds to go. 2 keer per dag trainen ze. En daarna moeten ze nog een stukje aan herstel doen en verzorging voor hunzelf. En ze gaan dan hier naartoe een vraag geven aan de manager van de werkplaats of er nog klusjes zijn. Ja, dit zijn onze wisselbaden, zeg maar. Dus dit is de jacuzzi, die is wat warmer. 40 graden meestal. Daarna gaan we dan in het koude bad. Die zit hier. Ja, dat is gewoon ijskoud, zeg maar. Voor herstel doen we dit. Ja, hij is goed koud. Ben je liefhebber? Ik heb een hekel aan kou, ja. 3, 2, 1, start. Focus. Een ander aspect waarop getraind wordt is het reactievermogen. De sport motocross bestaat gewoon uit keuzes maken, continu weer. Je moet altijd, je gaat een bult op, maar je weet daarna nog niet wat er ligt. Ja, er liggen sporen en dan weet je van het vorige rondje, maar dat kan veranderen. Dus eigenlijk wat je aan het doen bent, is continu keuzes opnieuw maken. Dus als jij snel in beeld kan brengen van dit is de situatie, snel keuzes kan maken, ben ik ervan overtuigd dat je veel sneller en scherper bent dan je tegenstander. Heb je geleden? Ja, sommige momenten wel, ja. De daadwerkelijke motortraining op de baan maakt maar een klein deel uit van de trainingsweek van deze mannen. De eerste 4-5 weken is fysieke training alleen maar. Dan gaan we naar 1 keer in de week op de motor. Dan naar 2 keer in de week op de motor na een x-aantal weken. For me it's done. Somebody want to practice? Possible. En voor de rest is het 2 keer daagse fysieke training. Dus ze hebben nu 's ochtends een training gehad en straks gaan ze op de fiets. Maar wij gaan alvast naar de baantraining. Helemaal in Lelystad vandaag. Ja, je moet natuurlijk verschillende banen opzoeken en dat doen we nu samen met Herrian doen we dat veel. Gewoon een nieuwe voorband erin voor jou voor vandaag. Normaal was het natuurlijk Emmen bijvoorbeeld lekker dichtbij, makkelijk. Maar hier is de ondergrond bijvoorbeeld een stuk harder. En die wedstrijden die komen ook. Dus dan moet je ook op voorbereid zijn. En internationaal wordt vooral een harde ondergrond gevraagd, hè? Meeste wel, ja. Ik heb meeste eigenlijk de laatste jaren alleen maar zand gereden. Maar we zijn nu hard bezig om hier ook goed te kunnen presteren. Voor de crosstraining doen de mannen een warming-up. Het klinkt heel normaal, maar eigenlijk deed De Lange het nooit. Ja, dat is ook nieuw, ja.
je doet toch wel even je spieren opwarmen en zo. Dus ook om blessures en dat soort dingen te voorkomen. En je hartslag gaat even omhoog. En zo ziet de mentale warming-up eruit. Kijk, die baan die verandert elke ronde. Dus je moet snel kunnen denken en reactie moet goed zijn. Dus dat doen we even opwarmen dan. Ja. Ook even scherp maken. Ja. Nou ja, afgelopen weekend in Arnhem hebben we gezien dat we eigenlijk de snelheid zeker weten hebben. Dus ik denk dat we door moeten beduren op ritme opbouwen. Lange sessies, zorgen dat we door die armen heen komen. Dat is de opdracht voor vandaag. Goed. Ja? Sam was een jongen, denk ik, die best wel graag de beste wil worden in zijn sport. Maar eigenlijk ook gewoon totaal geen idee had wat je daarvoor moet doen. En dat is nu nog steeds een ontdekkingstocht, denk ik. Maar wat hij wil, daar wil hij ook wel voor vechten. Alleen, er zijn altijd hoge pieken, diepe dalen, et cetera. En daar komt hij nu ook achter. Maar over het algemeen zit er, ik denk dat er een goede kop op zit. Anders waren we er niet aan begonnen. Brakke verzorgt de baantrainingen voor het team. Tot 2014 was hij zelf crosser en reed hij ook Grand Prix. Maar een zware blessure maakte daar een einde aan. Nu is hij nog testrijder bij Yamaha. En ziet Sam de Lange als een mooie groeibriljant. Ik denk dat hij ergens best wel compleet is, maar ook nog steeds een hele ruwe diamant is. Die echt wel bijgeschaafd moet worden, laat maar zeggen. En dat is leuk. En waar zou je het eerste aan willen slijpen? De rust en de professionaliteit of het met het spelletje bezig zijn. Elke dag beter willen worden en naar zichzelf kijken. En dat is genoeg en daar ook op vertrouwen. Daar hem dat bewust maakt. Als ik zo vanaf de buitenkant die sessie bekijk, dan zie ik een jongen die wil eigenlijk harder rijden dan wat hij op het moment aan het doen is. Maar hij heeft het gevoel niet helemaal. Je wil natuurlijk het liefst dat het allemaal super gaat en altijd goed, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, het is af en toe even shit. Het is vooral in die bovenkamer en toch weer eigenlijk maar denk jij en je motor, dat is het enige waar je aan hoeft te denken als je aan het rijden bent hier. Want er zitten ook gewoon hartstikke goede stukken tussen. Je kunt niet altijd 6 gooien. Ja jongen, is toch? Eén moment willen ze heel veel, andere moment zijn ze lui. Weet je, dat gewoon een stabiel, gestructureerd leven, leuk leven. Genieten van wat hij mag doen en daar ook alles voor over hebben. Ja, ik wist wel wat er voor nodig was natuurlijk en dat heb ik niet altijd even goed gedaan. Maar het is ook lastig als je allemaal zelf alleen moet doen en met alles om me heen thuis en zo zeg maar. Dus dan nou gaat het wel beter. Want Sam kreeg het behoorlijk voor de kiezen. In 2019 overleed zijn vader, waarmee hij alles in zijn sport deelde. Moeder Leone helpt hem nu waar mogelijk, hoewel ze er ook moet zijn voor haar andere 3 kinderen en ook nog eens verpleegster is op de IC. Ik heb heel veel hulp van mannen zeg maar, om mij heen die dat eigenlijk overnemen. Ja, en die vaderrol dat is toch wel heel lastig hoor. Dat is toch maar voor 1 iemand weggelegd. We zijn hier natuurlijk al een heel poos mee bezig. Als je naar topsport toe wil, dan is structuur is wel heel fijn. En dat is bij mij soms wel, gezien onze situatie, best wel lastig af en toe. En dat is daar prima voor elkaar. Ja, ze doet het heel goed en daar ben ik ook dankbaar voor. Dus. Ja, voel jij dat ook meer dan iemand anders, dat het bij jullie thuis wat anders is? Weegt het mee op je schouders? Ja, kijk, bij een ander is het gras altijd groen. Hè? Dus het zal niet overal perfect zijn, maar er zijn wel dingetjes dat ik denk van ja, dat is wel waar ik nu zit een stuk anders, zeg maar. En daar hou je rekening mee. Dat speelt altijd in je achterhoofd. Ik denk wel dat het, als je nu ziet dat Sam hier met zijn moeder is, dat zijn denk ik ook hele leuke dingen wat gewaardeerd moet worden. En wat mij wel goed doet om dat te zien, laat maar zeggen. Financieel is het een dure sport ook. Heel erg, ja. Hoe hebben jullie dat geregeld? Ja, toch wel heel veel sponsoren. Zonder dat kom je in deze sport niet ver. Voel jij dat ook als last? Die financiën? Ja, ook wel. Ja. De eerlijkheid gebiedt me dat wel te zeggen. Want je krijgt van mensen geld of tijd. Nou ja, dan wil je toch ook graag wat moois neerzetten. De Lange maakt dit seizoen de overstap van de 125 naar de 250 cc. In de zomer hoopt hij in deze klasse zijn EK-debuut te maken. En het leuke is, en daar zou hij ook aan vast moeten houden, is de klasse waar hij nu in zit, als hij die overleeft, dan is de stap naar het WK motocross, zijn droom, is ook aanzienlijk dichterbij. Ja?